Juwelier Mulderij heeft het predicaat hofleverancier gekregen. En Apeldoorn heeft als eerste gemeente een PSO-certificaat. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Afgelopen maandag was het feest bij juwelier Mulderij aan de Koninginnenlaan in Apeldoorn. De juwelier vierde die dag hun 100-jarig bestaan. Na een kort optreden van het matrozenkorps kreeg de familie Mulderij uit handen van loco-burgemeester Nathan Stukken de orkonde met het predicaat hofleverancier. Daarna onthulde de eigenaar Willem Mulderij en de loco-burgemeester tezamen het koninklijke wapenschild dat boven de ingang een prominente plek heeft gekregen. De huidige eigenaar is inmiddels de derde generatie uit de familie Mulderij die de juwelierszaak bestiert. Meneer Mulderij, bent u trots op het predicaat van hofleverancier? Ja, zeker. Het is een echt unieke gebeurtenis. Je krijgt het pas na 100 jaar, althans als je het aanvraagt. En we hebben het gekregen, daar zijn we heel blij mee. Heel mooi. Want u viert vandaag ook uw 100-jarig jubileum? Ja, het is exact vandaag 100 jaar geleden dat mijn opa begonnen is hier. En dat vieren we dus, dat is heel mooi. En daar hangt nu een mooi bord boven de gevel? Ja, met het 100-jarig bestaan hebben we inderdaad een hofleverancierschap gekregen. En daar hoort een heel mooi wapenschild bij, die net onthuld is. Gaat er nog iets veranderen voor uw zaak? Nee, op zich niet. Alles blijft wat dat betreft gewoon hetzelfde. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ik ga niet buiten mijn schoenen lopen, dat niet. Maar ik ben er wel trots op. Vandaag werd er in het werkgebouw Zuid het PSO-certificaat uitgereikt aan de gemeente Apeldoorn. Daarmee heeft Apeldoorn als eerste gemeente van Nederland dit certificaat ontvangen. Niet wethouder Hans Brouwer, maar Detlef Sizo nam het certificaat in ontvangst. Meneer Sizo, u bent als eerste gemeente PSO gecertificeerd. Ja. Gefeliciteerd ermee, ondanks dat het niet helemaal in uw portefeuille past. Nee. Normaliter zou mijn collega Hans Brouwer hier natuurlijk staan, alleen door privéomstandigheden is hij vandaag verhinderd. Namens de gemeente mag ik dus dit certificaat in ontvangst nemen. En ik moet zeggen, we zijn er heel erg trots op. En ik denk niet alleen als wethouder of als college, maar ook als organisatie mogen we hier trots op zijn. De eigen Apeldoornse aanpak van de wet werken naar vermogen. Ja, het is toch leuk als het niet alleen een kletsverhaal van de politicus blijft, maar dat je dus ook de resultaten ziet, dat je gecertificeerd wordt. En dan ook nog als eerste gemeente in Nederland. Ik denk dat het ook iets is om trots op te mogen zijn. We zijn er in elk geval blij mee. Het PSO-certificaat, dat staat voor prestatieladder socialer ondernemen, is afgegeven omdat de gemeente Apeldoorn zelf veel mensen in dienst heeft die anders bij een sociale werkvoorziening werken, zoals de Veluwa-groep. Het certificaat werd uitgereikt door de voorzitter van de stichting PSO Nederland, Juri Starnenburg. Maar heeft de gemeente heeft nog een rol. Die moet niet alleen het voorbeeld geven, want dat doen ze wel. Maar ze moeten ook natuurlijk andere bedrijven stimuleren. Ja. Hoe verhoudt zich dat met dit certificaat? Of is dat een ander certificaat? Nee, dat is eigenlijk hetzelfde certificaat. Elke organisatie, elke werkgever kan een PSO-certificaat behalen, mits ze natuurlijk aan de criteria voldoen. Het mooie van de gemeente Apeldoorn is dat zij als eerste gemeente hebben laten zien dat zij ook een sociale werkgever zijn. En daarom hebben ze ook het certificaat behaald. En daarnaast stimuleren zij sociaal ondernemerschap. Zij hebben ook een stimuleringssubsidie in het leven geroepen samen met de Start Foundation. Waarbij ze bedrijven 1000 euro per bedrijf geven. De eerste 20 bedrijven uit mijn hoofd die socialer gaan ondernemen. En dat willen aantonen door middel van de PSO. En dat sociale ondernemen is dan mensen met een achterstand in dienst nemen? Ja, in dienst nemen of er zijn meerdere manieren daarvoor. We kijken dan naar directe bijdrage en indirecte bijdrage. En directe bijdrage is dat je inderdaad iemand een kans geeft binnen jouw organisatie. En daar ook voor zorgt dat iemand een goede werkplek heeft. Dus dat je niet mensen enkel en alleen voor de vorm in dienst neemt en dan verder er niet naar omkijkt. Dat vinden wij belangrijk. En daarnaast de indirecte bijdrage is dat je bijvoorbeeld kijkt naar je eigen inkoop.
In de keten, dus door wie laat je de catering verzorgen in je organisatie, of de schoonmaak, of het vuil ophalen, nou van alles en nog wat. Dat kan je natuurlijk ook sociaal uitbesteden, richting partijen die dat volledig sociaal doen, zoals de SW werkvoorzieningen, landelijk zijn die er natuurlijk. En daar kan je natuurlijk naar kijken, of andere bedrijven die ook al een PSO hebben behaald. In de regio Apeldoorn zijn nog eens 4 bedrijven die ook een PSO-certificaat hebben ontvangen.